kritiek van Jan Publiek. En dan moeten we nog even terugkomen op een bericht van vanochtend om 7:15. De politie in Londen heeft gisteravond een man doodgeschoten die agenten met 2 messen te lijf wilde gaan. Dat meldt Sky News. De man zou zich verdacht hebben gedragen. Toen de agenten erop afgingen, trok de man ineens 2 messen... waarop de politie de man neerschoot. Ja, Mieneke die keek daar een beetje van op. Zij schrijft, ik meen dat alle politiemensen geen vuurwapens bij zich dragen. Heb ik dat goed? In Engeland. In Engeland bedoelt ze dan, ja. Ja, en? Nou, ze heeft wel een punt, want het gaat inderdaad om agenten die dan ook wel bobbies genoemd worden. En zij lopen inderdaad rond zonder vuurwapen. De gedachte is dat criminelen zich dan wat minder bedreigd voelen en ook minder snel op een agent gaan schieten. Ze hebben trouwens wel vaak een wapenstok en een taser dan bij zich. Maar er zijn dus ook agenten met vuurwapens en die hebben deze man dus doodgeschoten gisteren. En Jolanda zegt dat ze veel meer naar ons luistert dan anders, nu het coronavirus zich steeds verder verspreidt. En ze vraagt zich af of zij daar alleen in staat. Oeh, dat is altijd lastig, want die luistercijfers die komen 1 keer in de 2 maanden officieel. Ja, nou in ieder geval ook van de website hebben we cijfers. Daar die trok gisteren 6 miljoen bezoekers. Oh. Vooral rondom de persconferentie van het kabinet en het RIVM zag echt een enorme piek. En ook de livestream die was zelfs even overbelast, waardoor mensen ook uiteindelijk naar de stream op YouTube moesten, omdat het op onze site even niet meer kon. Kijk aan. En we gaan nog even door over corona. Want rond 7:30 vroeg jij aan een viroloog, hoe lang blijft de bacterie actief? Ja, dat moet ik even zeggen, want dat kwam dus op basis van vragen hier. Er zitten hier een paar mensen op de redactie die zich ook ernstig zorgen maken. En die zeggen van, stel ik heb het en ik hoest hier nu op dit ding. Hoe lang blijft dat dan nog actief, zeg maar? Hoe lang zoiets actief blijft is natuurlijk terecht. Maar het gaat natuurlijk om de vraag dat je bacterie zegt in plaats van virus. Daar schrijft Jelle over. Dat is dom. Ja, nou ja, en om dan nog even dat verschil uit te leggen, daar heeft SchoolTV ooit een filmpje van gemaakt om het verschil dus uit te leggen tussen een virus en een bacterie. Bacteriën zijn piepkleine organismen. Ze bestaan uit 1 cel. Maar die cel kan zichzelf wel delen. Een virus is geen organisme. Een virus is niet meer dan wat genetisch materiaal met daaromheen een eiwitmantel. Een virus is een soort piraat. Het kaapt een cel in je lichaam. Het neemt de controle over die cel over en geeft opdracht om weer nieuwe virussen aan te maken. Beterschap. En tot slot heeft Noor ons een audio-appje gestuurd. Die gaat over het plan van de Britse regering om minder laaggeschoolde immigranten, zoals seizoenswerkers, in te huren. En dat is dan een probleem voor veel boeren. En Noor had daar een vraag over. Is het niet zo dat de boeren zelf voor Brexit hebben gekozen en dus nu daar al de consequenties van meemaken? Ik vroeg me af hoe dat zat. Tja. Ja, dat hebben we ook even voorgelegd aan onze correspondent Tim de Wit. Nou, het ligt iets genuanceerder dan dat. Dit soort boeren die afhankelijk zijn van seizoensarbeiders waren in de regel tegen Brexit. Maar het klopt wel dat veel boeren, zelfs een meerderheid van alle boeren, voor Brexit heeft gestemd. Maar dat zijn dus vooral boeren die niet zo afhankelijk zijn van seizoensarbeiders, zoals bijvoorbeeld aardbeienboeren. Die zagen de gevolgen wel aankomen voor hun sector. Maar boeren die wat minder last hadden van de EU of daar minder mee te maken hadden, die hebben in de regel wel vaker voor Brexit gestemd, ja.